documentaire gemaakt. Het heet Mokromode. En dat gaat dus over die jongeren die zoveel merkkleding dragen. En herkennen jullie jezelf of vrienden daarin? Ja, soms af en toe. Ja, mezelf niet, maar mijn vrienden wel, ja. Nee, niet echt. Niet heel veel, maar we zien ze wel. Wij kennen geen bekenden of kennissen of familie daarin die zulke dure spullen kunnen of willen kopen, nee. Wat vind je ervan dat jongeren soms 2000 euro uitgeven aan een kledingstuk? Ja, is maar wat je zelf wilt. Als je iets echt leuk vindt en je hebt gewoon die 2000 euro, moet je het gewoon halen. Van de gek eigenlijk. Ik vind het veel geld. Het ene gezin kan het wel kopen en het andere gezin niet. En dat vind ik toch voor zo'n ander kind vind ik dat heel sneu. Ja, kijk, ik zou het niet doen, maar als hun het willen doen, ja, dan moeten ze het doen, hè. Hoeveel geld zou jij maximaal uitgeven aan kleding? Het ligt er maar net aan wat je te spenderen, denk ik. Het is maar net welke range je hebt. Kijk, als ik gewoon thuis die 1000 euro heb en er is gewoon een mooie schoen voor 1000 euro, dan koop ik gewoon die schoen. Kijk, als het mooi is, kijk, schoenen geef ik wat meer uit, maar gewoon kleding, het moet gewoon gepast zijn, snap je? Het moet niet overdreven duur zijn. Gewoon 20 euro voor één kledingstuk of zo. En wat is het meeste dat je ooit aan een kledingstuk hebt uitgegeven? 300 euro. Mijn schoenen zijn het duurste zijn echt geweest 220 euro. Gulden. Euro. Aan een jurk van 70 euro, ja dat. Mijn Queens of mijn Balenciagas, denk ik. Hoe duur waren die dan? Zo. Volgens mij, ik weet echt niet meer hoeveel die Balenciaga kost, is echt een tijdje geleden.